stil, het hapert. En daarna neus naar beneden, gewoon recht naar beneden. Maakt ons het uit, maakt allemaal niet meer uit. En hier komen we aan voor een soort spiraalturn naar beneden. Inderdaad meegevlogen. Achteruit, dat maakt allemaal niet uit. Dit is ook, dit is een leuke manoeuvre. Zie je dat? Dit is lastig vliegen hoor. Dit is echt ja, ik bedoel, we moeten u eigenlijk zullen proberen uit te leggen nog hoe zo'n helikopter nou vliegt. Van ja, maar dat wist je wel. Ja, maar wat even aardig is, als u nou echt een geweldige show wilt zien, dan moet u eens kijken. Wow, kijk, hij doet. Sorry, neem die kwaad. Dat bedrijf, ja, Leo, hier een missie kunt doen. Aan de andere kant blijft het dat vreselijk manoeuvreerbare, robuuste vliegtuig, wat ook op gras- en zandbaantjes kan landen. En dan die enorme vier grote, geweldige propellers in de achteruit zet om in no time echt stil te kunnen staan. Dat zijn echt de meest effectieve luchtremmen die je maakt bij de luchtmacht. Ja, er zijn zoveel mogelijk, niet alleen vliegen natuurlijk, er zijn technici nodig, er zijn IT-mensen nodig, er zijn, je kunt het zo landen. Nou, eens even kijken wat ze ervan terecht hebben. Deze vrienden, met deze prachtige C-130. En er wordt dus heel kort ingedraaid, hij is nu pas recht boven de baan, een meter of 10. Dan is het gewoon de motoren dicht trekken, de neus omhoog en de wiel op de grond zetten. En dan op de achteruit. Alle tijden, dat grote zwarte monster. En deze Saab 4 is de enige geweest die ooit in staat was om op de knop te drukken en te zeggen: we hebben een doel. En dan staat het hokje helemaal te trillen. Het hokje, dat wil ook weg. At 800 kilometers per hour on your left, the Ramix Delta for the shore force. This is the radio call sign of the 24 Lafayette Squadron. And Delta stands for the letter D in the aeronautical alphabet. It's also a reference to the particular shape of the Mirage 2000, the Delta shape. And now in front of you, the true Ramix Delta, also on the way. Dat is waar het over gaat bij de Koninklijke Luchtmacht. Terwijl hier deze klasse DJ een pull-up maakt. En misschien nog even in een Engels vliegtuig, zeggen ze altijd. Want daar zitten de knopjes nogal lastig verdeeld. Maar kijk eens bij die prachtige vleugelvorm. En denk erom, men was nog niet eens pas een paar jaar verwijderd van het vaart. Misschien 3-4 jaar van dat men van bruikbare vorm. Meneer Whittle en ook de Duitsers waren er mee bezig met die op te houden met die cilinders die in een razend tempo rondfladderden in hun motor. Maar the team is back on stage, painting the letter O in the sky. O stands for Oscar Bitter. As a Swiss pioneer in flight, he crossed the Alps from the first time in 1913. I'll take the opportunity to... Swiss 2013 show. Ladies and gentlemen, we have to say goodbye by our emotional. Het is dus een tweemotorig vliegtuig. Je ziet hem eigenlijk, het zit vaak in films, deze kist. Welke vliegtuig?
gebeurt dat krachtig, zonder een cyclone, motoren, al die Wrights, dat zijn de Wright Brothers, waren fietsen waar ook buitengewoon goede motorenbouwers. En we hebben heel lang plezier gehad van veel van die stermotoren zijn of zeg, moet je jongens zijn die niet bang zijn, dan moeten die nu maar aan boord blijven. Want ik wil alleen maar mensen mee hebben die zo realistisch zijn dat ze begrijpen dat wat ze gaan doen krankzinnig en gevaarlijk is. Deze manoeuvres kan maken, demonstreert eigenlijk tot wat deze Apache allemaal kan en hoeveel krachtvermogen deze helikopter heeft. En dat kun je eigenlijk alleen maar... Ik heb afgelopen week toevallig meegevlogen en ook inderdaad de looping gemaakt. Maar deze uitzonderlijke manoeuvres zijn voorbehouden voor Wally en Kaas, de twee vliegers die opgeleid zijn. De vlieger die eigenlijk zich primair bezighoudt met het vliegen van de helikopter. En voorin, daar zit de gezagvoerder die zich bezighoudt met de tactische inzet van de Apache. Nou, daar is Six Flags niks bij. Ja, dit zijn ook manoeuvres die onmogelijk werden gedacht voor een helikopter tot de Apache er was. En dan met de pedalen wordt hij eigenlijk omgetrapt, het toestel, zodat hij weer naar beneden komt. Ja, dat is helemaal correct. Ja, ik heb wel eens wat gelezen. Zit je nou in een helikopter de hele tijd gas te geven en gas te minderen? Want dat hoor je wel eens op tv, dan hoor je een helikopter landen, dan hoor je het gas er afgaan. Hè? Het Apache Demo Team, jullie allemaal bedanken voor jullie support. En wij bedanken jou, Stijns, voor je aanwezigheid hier in je verhaal. En we hopen dat je nog heel veel prachtige vluchten hebt. Wat een mooie kist is. Het is eigenlijk ook weer zo'n kist die mooi is van lelijkheid. Graag gedaan. Jullie ook hartstikke bedankt en een hele fijne dag. Het teken van het F-16 Demo Team. En hier komt hij terug voor de slow flight, de langzame vlucht. Stitch trekt alle snelheid eruit, hangt in een hoge invalshoek en komt recht op het publiek af. Dit is de laagste snelheid die een F-16 op deze hoogte kan vliegen. En hoe laag is de snelheid? Dat zal rond de 100 knopen, wat ongeveer 200 km per uur is. Zien we vandaag trouwens de hoge show? Volgens mij is dit de medium show, aangepast aan het weer. Even een bochtje, de rookpotten staan weer aan. Net niet. De gas zijn dan snel terug, anders klappen alle ramen er weer uit. Heb je dat weer? Dames en heren, de level S manoeuvre is dit. Zwaai naar Stitch, want hij zit nu even te kijken. Min 3G, een bochtje langs. Kent of bommen? Ja, precies, het kanon, het boordkanon. Dit dan het wiel? Ja, dat klopt. Dat heet het over het wiel. En misschien dat we even min kunnen luisteren wat de vliegers nu zeggen, want er gaat iets over de radio roepen. Met het hoofd van de
gecombineerd eventuele aanvallen. Nou, u heeft natuurlijk al zoveel geweld nu gezien. De vijand is daar ook even in ieder geval sprakeloos van. Nou, dat is alleen maar mooi, want dan kunnen die mannen natuurlijk in relatieve rustigheid hun werk doen. En ondertussen... Ja, dames en heren, om een klein beetje extra informatie te geven. Die Apaches die kijken op schermen die ze voor hun neus hebben. En ik zal u verklappen, die Apache vliegen. Kleine streepjes landen, als dat moet. In dit geval is het van een landingsbaan geworden, maar stel het voor, denk even het gras wat hoger, alsof je gras landt, kan allemaal. Maar het zit in de buurt bij het doel. Dat alle mannetjes weer meegaan, alle luchtmobiele brigademannen. En ik zeg wel mannetjes, maar even, dat zijn echt hele stoere kerels. Ik heb ze gezien in Afghanistan. Diep respect vanuit alle vliegers altijd voor die mannen. Het kanon van links naar rechts zwaaien. Dit is het vuur van links naar rechts. Ik zou zeggen, ga toch vliegen, joh. Ja, lift. Hoppa. Kijk, ze luisteren hier tenminste nog naar. Six are ready for take-off! Ja, kom niet zomaar. Ik wil je wel aan mij aan het trachten, ja. Here in the middle of the display line, over 200 kilometers per hour, the first section leader by number one. This is to fire from the French tricolori. And now, to fire for the number 3 modules, it is to Apollo 3 volt 13. And now, after the fire roll, Apollo 313. 313 is the official number of French tricolori and operational squadron of Italian Air Force. More information on the right side, please take a look on the left side. 1, 2, 3, 4, 5 is the giant art of Frecce Tricolori. This is at heart from the Frecce Tricolori. Feiern Juli Vrienden and Vriendinnen von Netherlands, vielen beiden Schränken als Dank for Juli Grasfreie Jeid. Crossing. How do you hook cameras great? 5, 4, 3, 2, 1, do clicker! And another time, green, white, red, the Italian flag here in Orla. 750 meters. This was the voice of our leader, Captain Mirko Caffelli. And another time, green, white, red, grün, fit, rot, Italian flag. This is the Arizona van Frecce Tricolori. So, Melzen, to Frecce Tricolori et Gruvel, the Netherlands public, feeling from the Luftmacht da signore e signori, questo è il grande, gigantesco abbraccio che oggi vogliamo regalare a tutti i nostri amici dell'aeronautica militare olandese. Ciao, now! And new dames and Eden Stilton!
zwak van onze solisten. It was another incredible maneuver of ours. Flag in the world. Double roll. Internal, then external, and now they go up, up to the sky. This is the bomb from Frecce Tricolori. Adam Belen. The brave pilots of 617 Squadron flew their Lancaster bombers deep into enemy territory to carry out their mission. So to celebrate 70 years since the Dambusters raid, the team have formed the shape of the Lancaster bomber. In that formation called Fred. Enid go right and Jippo go left in the new. Samen met de Mustang.
Dat zijn de iconen van de Tweede Wereldoorlog. Het grappige is, hoewel er van beide 10.000 zijn gebouwd, is dat er van die busten... On y va devant, this is the voice of the leader you've just heard, like an orchestra manager doing interpret. And you are tapé en la boca. Who can applaud how dynamic it is, this Barry Cannon first figure. Natuurlijk, metro. Kijk, langzaam omhoog. Up, in de lucht.